Een goed genomen corner en ik kwam inlopen, ik stond helemaal vrij, ik kon hem ook niet missen. U hoorde Teunis Kramer. Mede dankzij zijn treffen won SV Urk gistermiddag het bekerduel van Trien Walden uit Friesland met 2-0. Kramer is met zijn 33 jaar een oude rot in een verder piepjong elftal. En daarom ziet de verdediger een speciale rol voor hem weggelegd. Op sommige momenten moet je gewoon als jonge jongen, met moeilijke momenten moet je eens een keer gesteund worden. Even een praatje hebben. En dat moet je gewoon goed inzien. En je ziet niet alles natuurlijk, maar af en toe probeer je gewoon te kijken en in te springen waar nodig is. Kramer vindt zichzelf met zijn ervaring belangrijk, maar niet onmisbaar. Ja, je bent een wat oudere jongen. Je moet wat meer dingen misschien zeggen in veld. Maar er lopen genoeg jonge jongens om het eventueel op te vangen voor in de toekomst. Teunis Kramer is een kind van de club. Op 19-jarige leeftijd maakte hij zijn debuut bij SV Urk in de hoofdklasse. In 2002 beleefde hij een kort avontuur bij VVOG uit Harderwijk. Maar na 2 jaar kwam hij weer terug bij zijn geliefde Urk. Sindsdien speelt Kramer onafgebroken in het hart van de defensie. En als het aan hem ligt, dit seizoen gewoon weer. Daar ga ik wel 100% mijn best voor doen. Ja. Dat is wel helemaal de insteek. Ik wil er iedere week wat ik in veld staan en er gewoon samen met mijn ploeg winnen. Na 4 jaar van afwezigheid is SV Urk weer terug in de hoofdklasse. Tot genoegen van Kramer. En dat heeft niet alleen met prestige te maken. Vorig seizoen moesten we iedere wedstrijd 1,5 uur uit. En nu heb je alle wedstrijden binnen 3 kwartier bijna, een stuk of 8-9. Dus allemaal mooie derbies. Tenminste redelijk dicht, veel publiek. Dus dat moeten gewoon hele mooie wedstrijden worden. Met gewoon een mooi seizoen voor de boeg. Een eerste stap richting lijstbehoud kan Urk zetten op 3 september. Op bezoek bij Onsneek.